Hey, hoi, leuk dat je kijkt. Kijk eens, we zijn op een parkeerplaats in Smeerling en daar zijn we al eerder geweest dit jaar. Zijn we op een parkeerplaats? Ja, we zijn op een parkeerplaats, kijk. Maar het is best wel druk en we gaan even een wandeling doen. En, is het voor evenementen wel toegestaan trouwens? Hè? Ja, als we maar niet met meer dan twee mensen bij elkaar zijn. Snel, hè? Ja, we gaan die kant op. Ja. Kijk, ik wil daar even kijken, dat kun je misschien nu nog niet zien. Maar ik hoor ze wel, ik hoor koeien. Ja, boe. Ja, boe. En we zijn hier al eerder geweest, voor de vaste kijkers onder jullie. Kijk, toen stond ik daar op dat uitkijkpunt. Waar gaan we nou weer heen? Daar gaan we nu langs. Nou, langs. Want we mogen met niet meer dan twee mensen bij elkaar zijn. Ja, oké. Okay. Hallo, hier is hier geen nazi-politiek meer, hè? Nee, nog niet, nee. Een dictatuur Duitsland, hoor, hallo. Nog niet. Dus we gaan even kijken naar... groeiende. We gaan even naar de steeks kijken. Helemaal niet. Nee hoor, de steeks van volgend jaar. Helemaal niet. De carbo zijn er niet. Kijk, daar lopen ze, de steeks. Echt, jij bent zo fout soms, hè? Volgend jaar aan de spit. Helemaal niet. Kijk, daar zijn ze. Waar lopen de meiden? De wie? De meiden. Daar weet je helemaal niks van. De meiden. Ze lachen je allemaal liedje. Dat zou best kunnen. Als ze verstandig zijn, dan lachen ze hem uit inderdaad. Daar lopen ze ook. Ja, maar dan ga ik tegen de zon in filmen. Dat is de oerkoe. De oerkoe. De oerkoei. Kijk, mooi plaatje jongens, hè. Ja, nee, zoek geiten. Groningen zijn we. Ja. Ik zal ze wat dichterbij halen. Je hebt een speciale route, zo te zien. Je hebt een eigen weg. Oké, okay, we zijn een beetje verder gelopen. Ja, wat zij zegt. Recalcitrante koeien hadden we net besloten, want die bleven daar mooi staan. Kijk, even tegen de zon in, heel eventjes. Kun je zien waar we zijn. Zo. Nou, hier waren we dus begin van het jaar ook. Ja, april denk ik. Ja, april. Jij keert terug op jouw scheden, oké. Okay. Nou, dag hè. Doei. Kijk, en we gaan daar het hek door. Via de poort, voordat weer een of andere bij de hand opmerking komt. Oh jeetje. Ik ben mooi hoor. Oh jeetje. Oh jeetje. Kijk, daar staan nog koeien. Ja. Daar loopt nog een dame. Als je dan iemand die. Je gaat gewoon weg, die zegt, we zoeken het lekker uit. En we gaan er hierin. We gaan achtervolgen niet meer. We gaan er hierin. Wat gaan we doen? Staan we met elkaar? Nee joh. Wat gaan we nou doen? Nee, we gaan lopen. Doodschieten? Lopen? Nee. Moet zijn doods vandaag? Nee. Dat is wel zin. Nou, oh, gewoon meer de deur en hek hier. Een waarschuwing. Dal van de ruiten aan. Bijtende koeien. Bijtende koeien. Wat nou bijtende koeien? Ja. Maar goed, in het voorjaar waren ze hier dus niet, maar ze lopen dus nu aan de andere kant. We zouden hier ook in kunnen gaan, dit paadje. Maar ik denk dat we dan... Ja, dat, ik denk ik dat hoop dat je niet dat je enkels in de bracht al wegzakt. Vieze natte... Kijk. Zakt je nog vieze natte zooi is, kijk. Dat zijn niet dezelfde, hè? Nee, het zijn niet dezelfde. Dit zijn... Kijk, maar die andere zijn wit. Of die hebben allemaal deze kleur verloren, ik kan ook. Je kunt ook overgesproken hebben, je weet het niet. Ze zijn gebleekt door de zon. Door de bas. Het is wel maar kijk, het is in vergelijking met het voorjaar. We hebben nu andere kleuren. Sommige bomen die hebben al helemaal geen blad meer. Of nooit gehad. Of nooit gehad, dat die weet je dood, dus niet. Namelijk. Dat kan ook nog. Die zijn er ook bij. Ja, dode bomen. En het plasje is ook aardig lager. Die was voor het voorjaar volg. Ja. En zijn ook waarschijnlijk minder muggen ook. Ja, dat verwacht ik wel, ja. Op dit moment. Kijk, deze heeft nooit geen blad gehad. Nee, deze boom die heeft het... Kijk eens even, paddenstoelen. Ja, oh, mooi man. Paddo's. Het zijn paddo's, niet voor gebruik. Nee. Die heeft ook met ons gelopen. Kijk. Die mooie pas niet even op schijf, van koeien. Ja. Dat is wel koeien schijf. Nee, schapen is dat volgens mij, kijk maar. Wat daar ligt is geen koeitabel. Oh nee, wat daar ligt niet, daar, oké. Okay. Nee, maar wat, staan, namelijk. Wat hier ligt, daar, hier, ja. Dat is wel, en daar ligt ook poep.
waar? Daar. Waar zie jij poep dan? Daar. Is het overal schijn hier? Ja, die schijn hier overal, hè? Nou, oké. Okay. Ik ga even een mooie foto maken van die mooie paddenstoelen daar. Kijk, Klaas is zich even aan het vermaken met foto's maken. Kabouterpuntmutswoning. Ja. Echt. Spillebeen, hè? Spillebeen? Ja. Het is een langpootneusboom. Langpootneusboom. Oké, okay, goed joh. Kijk maar, okay. Ja, kijk hier. Ja, is hij thuis? Ja, we zijn er. Oké. Okay. We gaan verder. Even oppassen voor de poep. Hier ligt ook poep. Overal scheid hier ook. Ja, pas op. Dat je er niet in stapt. Oh, die wonen niet in staan op die scheid. Nee. Scheidzooi. Maar we gaan verder. Ja, oppas. Wij komen daar vandaan. Vorige keer zijn we die kant op gegaan en we gaan nu een stukje deze kant op. Hallo. Hij heeft gisteren een stukje van Team America gezien. Kim Jong-il. Kim Jong-il, ja. Hij bedoelde hallo. Hallo, ja. Hallo. Dus, hallo. Hallo. Kruislopers. Hoi. Zeg je vooruitlopers. Zegt hij. Ik wel. Ja, ik loop ook hard, zie je niet? Ja, oké. Hoe hard heb ik loop? Ik stap erover. Ja, maar, jammer. Allemaal bladeren hier. Nu zien we de mooie kleuren allemaal. Ja. Hoi. Hoi. Allemaal blaadjes. Dit is een oerboom. Een oerboom, ja, die staat er al langer dan wij leven. Nou, dat is niet. Dat denk ik wel. Dat is niet waar. Die stond er vorige week nog niet. Dat heb je net neergezet. Die is nieuw. Maar dat het niet zo is. Oké. Okay. Kijk, er is ook nog een hek, maar daar kun je niet in. Ja, je kunt er overal in, kunnen we gewoon over. Nee, nee, mooi plaatje wel, zo. Oh ja? Ja, ja toch? Het hek? Of het plaatje? Nee, gewoon de kleuren van de bomen. Het hek is met de modern, dat is te nieuw. Dat is te nieuw. Een slagboom. Oké. Er zit ook schrik daarachter. Ja, er zit schrik daarachter. Ja. Kijk, dit is een vennetje, een stukje water. Ja, ven. Weet je wel, een vennetje. Ah, van de venselaar. Nee, helemaal niet. Oh, je hebt nog genoemd naar een ven. Ach, tuurlijk joh. Oké. Zeker toch? Ven, zullaar. Ja. Hier mag je volgens mij ook in. Ik weet niet of je hierin mag. Ik zie geen paadje daar zo. Ik zie geen paadje hier, hier lopen. Hoi. Twee fietsers. Ja. Kijk eens, mooie paddenstoelen. Waar dan? Oh, daar. Kijk nou, eens. Rustig, rustig. Geen paniekje. Wow. Het is natuur. Natuur, natuur. Serieus? Het ruikt ook zo lekker. Ik vond het eekhoornbrood. Ik heb geen idee. Ik heb heel weinig verstand, maar ik denk het wel. Eekhoorntjesbrood. Het lijkt er wel op. Kijk eens een foto van een macrootje. Ja, ga jij maar even een mooie foto maken. Even een macrootje. Ga maar een mooie foto maken. Ja, mijn telefoon is beter dan die van jou wat dat betreft, hè? Ja, qua camera wel. Hoe wel bij. Spionage foto, hè? Ja, ja hoor. De beste camera's in mij. Bij spioneren alles bij elkaar vast. Volgende week weer bij de regering. Je weet het. Nu in de vrije tijd. Je weet het wel te verkopen ook. Ik wel. Moet je nog meer hebben? Nee. Ik hoop alles goed los wat hier. Ik hoor ook vogels. Hey, die, we kennen hem. Ik heb hem hier. Super macro zo. Macro. Echt, serieus. Zo, die. Hey, hey. Oh ja, macro. De macro. Oké, okay, nou verder gaat het wel helemaal goed met hem. Hallo. Zo, goed. Ik ga bijna op mijn knieën. Ik zie er eerst een training. Eerst de foto geworden, hè? Dat weet ik nog niet. Laat eens even kijk zien. Kijk dan. Is een mooie foto. Dat staat er niet bij. Is een mooie foto. Dat staat er niet bij. Harrow staat er wel op. Harrow. Harrow. Kijk, ik sta op een bruggetje. Met dit als uitzicht. Dat is een oud bruggetje. Zie je, hè? Ja. Er zit van de met een oud bruggetje door. Ja. Je kan serieus gewoon een riviertje die hier doorheen banjert. Met je vies water? Ja. Maar we gaan weer de andere kant op. Kijk maar daar, dat is het gekanaliseerde oude gedeelte, denk ik. Ja. Ik zal eens even naar de bord toe lopen, even kijken wat daarop staat. Hier heb ik daar een puntje in. Hier in. Kijk. Zo. Daar in de lucht.
Een vliegtuig. Dat is een vliegtuig, ja. Denk ik wel. Ja. Het is de Westerwolde, dat is dit. Slechts een fractie van het bestaan van de ruiten A. Kijk, een mooi plaatje, hè. Wat is nou... Ik zou dit toch echt niet willen ruilen voor een stad. Jij dan? Nou, kijk hier. Dus zo was het. Voordat het tijdens toen nog in werking was. Ja. Het gekanaliseerde gedeelte. Daar hebben ze dus weer uitgehaald. Een oude stuk zit er in. Ja. Hey. Wat zeg je? Zou je dit willen ruilen voor een stad? Als het er bij die stad in de buurt ligt, dan kan het nog. Ja, oké. Okay. Zo. Nee, dit gebied heb je daar niet. Nee. Er zijn bij Rotterdam nog even wel plekken, maar het is altijd druk. Het is altijd druk, je hoort overal, altijd verkeer. Overal jakkende auto's rond. Ja, je hoort, dit is Dal van de Ruiten A trouwens, ja. By the way. Ja, maar dat is ook de Ruiten A, is dit. Dit is de Ruiten A. Ja, daar ben ik even. Klaas die maakte net een of andere bij de hand opmerking. Want ik zei van, er lopen heel veel mensen, en er fietsen ook heel veel mensen, zo van, het zijn allemaal Hollanders. En toen zei Klaas dus, ja, maar heel veel Groningers, ja, nee. Die praten ook Nederlands. Heel veel Groningers, die praten ook Nederlands. Ja. Ik doe ook wel eens een poging. Ja. Maar goed, je moet niet vergeten dat ook, en ook inderdaad, heel veel economische vluchtelingen uit het Westen, die kopen hier een huisje. En die denken dat ze hier de God in Frankrijk kunnen spelen en ook. Zo werkt dat niet. Maar ze kunnen nog geen woord Gronings verstaan meestal. Dus we moeten ons wel een beetje aanpassen aan die migranten naar het Westen. Ja, tuurlijk. Ga nu te ver, want dan lig je op je nek. Oké, nou goed. Dat was wat met je. Ja, oké. Okay. Had je nog meer te melden dan? Nou, genoeg. Maar dan ga ik beter de politiek in. Oh jeetje, nou dan gaan we het krijgen. Dan moet ik de politiek in gaan. Dan wil ik wel voor betaald worden trouwens. Oh, oké. Okay. Gratis is er niet bij, hè? Nee. Hallo. Hallo. Oké, we gaan die kant weer op. Ja. Gaat het weer helemaal nergens over. Maar er komen die mensen daar, een zijpaadje denk ik. Ja, hier komen ze vandaan. Ja, hier zijn allemaal paadjes. Ja, kijk, een paadje. Paadje. Ja. Paadje? Paddo. Een paddootje, ja. Er zijn allemaal paadjes door dit bos. Dit is volgens mij het gedeelte, dit is wat Medbroek Bos heet. Ja. Kijk, vorige keer kwamen we daar vandaan. Daar is dat hek. En nu zijn we hier. Hello. En nu zijn we hier. Hallo. Dan zijn we hier, kijk. Passen voor de bagger. Dat is wel een beetje prut. Dan ga je zo met je nek onderin, weet je. Ja, getverderrie. We gaan er allemaal weer invoeren ook. Ook voor die economische vluchtelingen dus. Wat gaan we invoeren? Dit moerasgedeelte gaan we ook weer opnieuw. Oh ja, oké. Kijk, en hier is die stoel waar ik toen op heb gezeten. Okay. Dat is een martelstoel hoor, ik zeg maar even. Nee, dat zit hartstikke lekker joh. Nee, helemaal. Daar moet je gewoon heel anders op zitten. Oh, dat zeg jij. Ja. Vind jij dat? Ja. Kijk, daar een bruggetje. En verderop heb ik toen die ooievaar gefilmd. Ja, als je daarin gaat lopen, dus het wordt aardig nat. Dit staat wel water. Dit zijn de uiterwaarden van de Ruiten A. Ja. Kijk, daar komen we vandaan. En daar gaan maar we niet heen. Ik heb hem weer even aangezet, want er groeien nog bloemetjes. Trouwens, een Ruiten A. Die is dan afgedraaid die kant op, hè? Hallo? Die kant op. Een Ruiten A die loopt nou daar onder die weg door, die gaat die kant verder. Daar gaat hij verder. Ja, daar ongeveer. Ja. Kijk, en dan komen we straks aan de linkerkant stonden vorige keer die koeien. Overal dieren. Ja, die koeien. Die. Ik heb ze nu nog niet gezien, nee, dus... Nee, geen dieren. Overal geen dieren. Nee, ja. Misschien zijn ze wel verplaatst. Dat zou kunnen. Misschien zijn ze wel weg. Helemaal niet. Misschien hebben ze zich wel verstopt. Ja, ze verstopt koeien. Misschien zijn ze zich wel invisible aan het maken. Oeh, ja. Invisible. Dat zou kunnen. Ook speciaal voor ook een economische vluchteling hier, hè? Tuurlijk, joh. Ja, dat heb ik toch gezegd. Dat gaan we gewoon inrichten voor de economische vluchteling uit het Westen. Ja. We moeten wel geld meenemen, hè? 1,5 miljard is niet genoeg, hè? Nee. We kunnen geen Kuwait aan de Noordzee organiseren voor 1,5 miljard. Nee, dat gaat niet lukken. Het laatste beetje gas gaat er ook nog uit, maar daar weten jullie nog niks van. Oké, nou. Dat doen we wel als wij ons afgescheiden hebben van de rest van Nederland. Dat vind ik een zeer goed plan. Mm-hmm. Dat we wel eerder moeten doen, ongeveer 50 jaar terug. Ja, ongeveer wel. Hebben we nou inderdaad Kuwait aan de Noordzee gehad? Yep. Doe eens een frisse frisse. Kijk, we staan op dat bruggetje. Dat heb ik vorige keer ook gefilmd. Maar er staat nu wat meer water en het stroomt ook. Ja, maar ik denk dat dit een ding is die dan door weer loopt. Ik heb geen idee. Vorige keer was het best wel vies water. Hier wel, ja, bruin. Het stroomt wel, ja. Het stroomt wel. Ja, dat is ook, ja, dat is maar hier stonden dus die koeien vorige keer. En die staan hier nu dus niet. Maar hier zit wel een buis onder door hoor. Help wel hondjes. Hallo. Hallo. Hier zit wel een buis onder. Anders komt het daar niet zo boom door. Ja.
Dan zat hij hier wel harder gestroomd. Dan gaat hij allemaal onder de ding door. Allemaal honden. Ik ben niet zo'n hondenfan. Ik heb geen zin in al die honden en honden te doen. Ik heb hier de vorige keer drie keer op gezet, hè? De vrouw Kettelaar. Ik kom hem al. Ja. Ik ga die misschien helemaal die kant op, zie je? Ja. Kijk, de honden gaan die kant op. Hier kan je bij die boerderij naar doen. Ja. Rijden. Ja, bij het theehuis en zo ook. Dan moet je daarheen en daar naar rechts. Maar wij gaan hier naar links. Hier, dit is nog een looppad, dit is geen fietspad trouwens deze. Ja. Kijk, we gaan hierin. Ja. Ik weet niet waar die koeien nu zijn. Die zit aan de andere kant, joh. Of die zit aan de andere kant. Ze kunnen ook wel helemaal aan de andere kant. Dat zou ook kunnen. Ze zitten niet altijd op dezelfde plek. Nee, nee. Kijk eens, mooie vogels. De zon gaat ook onder, ja. Het duurt geen uur meer, het is donker. Ja. Het is wel weer ondergaande de zon, zei. Kijk eens. Ja. Ik heb een fotootje kloppen, man. Kijk, nou, ik hem dan ook op kan krijgen. Ik zeg dankjewel voor het kijken. Goed, gauw verder zijn. Tot de volgende keer economische vluchtelingen naar de Westen en omgeving. Alle huisjes zijn nog te koop hier zo. Niet te duur. Nee. Kom bij mij en je krijgt er twee. En je gratis erbij. Ja hoor, grapjas. Maar dankjewel voor het kijken. Komt tot betalen. En tot de volgende keer. Dag. Doei.